thuis mee naar 101.2. Het zal volgende week wel even zoeken worden waar de commerciële zenders zitten op de radio. En ook of ze er nog wel zitten is de vraag. Want na een jarenlange politieke en juridische discussie zijn vandaag eindelijk de frequenties voor commerciële radiostations van eigenaar verwisseld. Het heeft allemaal veel te lang geduurd, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Om naast de publieke radiozenders nu ook een commercieel interessant radiolandschap te creëren met een keuze voor een ieder. Het weer vannacht helder, later mogelijk een enkele mistbank, morgen vrij zonnig. De meeste belangrijke commerciële zenders hebben een vergunning kunnen bemachtigen. Een van de grote winnaars van de veiling is Sky Radio. Sky krijgt er een tweede station bij, een gouden oude zender. Sky Radio heeft twee mooie frequentiepakketten gekregen. We hebben daar wel heel veel geld voor moeten betalen. We hebben een verantwoord bod uitgebracht. Waarvan we zeker zijn dat wij dat geld ook terug kunnen verdienen de komende jaren. En daarom zijn we wel erg blij. Sky Radio is wel zijn vertrouwde plek op 100.7 FM kwijtgeraakt. Het wordt sowieso zoeken, want veel zenders verhuizen naar een andere frequentie. En andere, zoals Arrow Classic Rock en Radio 10 FM, zijn vanaf volgende week alleen nog maar via de kabel te beluisteren. Ik vind het oneerlijk voor ons als radioondernemers. Het is ook oneerlijk voor de Nederlandse radioluisteraar dat hij gewoon weer meer van hetzelfde krijgt. Het is ook oneerlijk voor adverteerders, omdat je machtconcentratie krijgt op deze manier. Twee grote multinationals die twee kabels krijgen. En ook onnodig, denk ik. Want ik weet zeker dat het product zoals wij dat hebben aangeboden en zoals we dat nu al jaren uitzenden, dat dat perfect is. Vanaf 1 juni. Arrow op FM. Arrow Classic Rock had de jingles al klaar liggen. Met een FM-frequentie hoopt het station 5 keer zoveel luisteraars te krijgen. Maar die droom is nu in duigen gevallen. Dat betekent dat we wel doorgaan zoals we dat nu doen. Maar ja, we zullen niet doorgaan breken als een grote middenmootzender. En dat is vervelend van de Nederlandse luisteraar en de adverteerders. Arrow Classic Rock.